Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi ligt nu te slapen. Niels en ik zijn vanochtend met Jordi naar het Radboud geweest. Hebben we controle gehad met een echo. En vanavond doen Niels en ik samen heel eventjes vertellen wat daar enigszins allemaal uit is gekomen en besproken is. En ik ben nu hier eventjes aan het poetsen. Want ja, dat is wel nodig. En ondertussen ook de vlog aan het uploaden. En ja, in het volgende shot gaan jullie Jordi wakker zien. Jordi is inmiddels weer wakker. En hij heeft lekker geslapen. Maar hij had zijn fles nog gemist. En ja, die is wel qua vocht heel belangrijk. Dus ben ik hem even nu zijn flesje aan het geven. En dan gaan we daar nog even naar de winkel. Ik moet nog wat boodschapjes halen. En ja. Mijn blije lekker stukje. Hè. Je hebt koude jatten. Had ook heel veel geplast. Dus ik moest hem even opnieuw aankleden. Hoi. We hebben vanavond een vriend op bezoek gehad. Ik had Indisch eten gekookt. Ja, was lekker, maar gelukkig gaan we morgen nog een dag van smullen. Ja, want ik heb natuurlijk altijd te veel met zoiets. Wij zouden nog eventjes vertellen over wat we bij het Radboud hadden meegemaakt. Jordi heeft eigenlijk controle gehad voor zijn darmen. Ja, ze hebben een echo van de buik gemaakt. En daar zijn ze eigenlijk min of meer achtergekomen dat hij een verwijding heeft achter de operatiewond van zijn dikke darm. Ja. En daar wordt eigenlijk de ontlasting min of meer opgeslagen, in principe. En waarvan het precies komt, kunnen ze niet zeggen waardoor dat is. Het kan zijn door de vorige, voordat hij de botoxbehandeling had en de verwijding van de operatiewond, dat toen is ontstaan. Het kan ook zijn dat het geleidelijk is ontstaan. Maar het is wel iets wat ze in de gaten willen blijven houden. Omdat we hebben aangegeven dat hij niet kan minderen met de voorlax, omdat hij dan een probleem krijgt met poepen. En we hebben ook uitgelegd dat Niels regelmatig moet helpen met poepen. Ja. En dat hij in principe een hele fatsoenlijke luier kan halen door het zitten in zijn stoel, waar hij ook in eet. En wat zeiden ze toen? Ja, dat zei ik niks kunnen vinden en dat we binnenkort weer terug moesten komen. Nou, in principe wat ze hebben gezegd is van we willen dan toch die operatiewond nog een keer bekijken onder narcose. En dan gaan we na de verjaardag van Jordi gaan we dat doen. En dat is gewoon weer een dagopname. Mm-hmm. En dan gaan ze gelijk even kijken hoe dat eruit ziet. En waarschijnlijk doen ze gewoon weer de operatiewond verwijden. Toch? Ja. Nou. Dus al met al, het gaat in principe goed met Jordi wat darmen betreft. Maar het gaat nog niet helemaal zoals het moet, maar we zijn goed op weg. We zijn goed op weg. Dus, en ze zagen ook in dat Jordi een stuk vrolijker was dan dat hij voor zijn botoxbehandeling en verwijding van zijn darmen was. Dus wat dat betreft, ik denk dat we hier goed aan doen om het toch gewoon te laten controleren. Mm-hmm. Toch? Ja. Nou. En maar al met al waren ze verder gewoon tevreden. Ja. Dus we gaan het gewoon afwachten. En als er iets in de tussentijd is, dan kunnen we melden ons daarin gelijk. Ja, dan hebben ze ook gezegd van we weten ook dat jullie je eigen alleen melden wanneer het moet. Mm-hmm. En we hebben Jordi ook niet meer gespoeld sinds dat hij de botoxbehandeling heeft gehad. Dus dat is ook positief. Dus dat is eigenlijk in principe kort maar krachtig wat we
Ja. Vandaag gedaan hebben. Ja, vanochtend. Daarna ben jij gewoon weer gaan werken. Dus ja. Maar goed. Wij gaan de dag vandaag ook weer afsluiten. Want zoals jullie zien is Niels aan het knikkenbollen. Tijd om naar bed te gaan. Ja, het is echt tijd om naar bed te gaan. En wij gaan jullie welterusten wensen. Welterusten. Welterusten allemaal. Een hele goede morgen. Er is iemand wakker. Hallo? Er was iemand wakker. Was je al wakker? Hi. Hallo. Hoe vind je? Goedemorgen. Dag scheetje van mij. Hallo. Dag scheetje. Hi. Mama's hand vasthouden. Hi. Hi. Nou, wij gaan heel eventjes hem uit... Of wij, ik ga jou eventjes uit bed halen. Ja, ik ga jou even uit bed halen. Oh, nee, oké. Dat is goed. Nou, wij hebben eigenlijk een hele rustige dag gehad samen. We hebben er ook voor gezorgd dat we een rustige dag hebben. Want wij moeten dadelijk om 4:15 nog bij de kinderarts zijn. Puur en alleen voor controle. Er is niks aan de hand. Ja. En Jodie is nu net een half uurtje wakker. Mama is ook net wakker. En Jodie gaat nu soepje krijgen. En die zit te zeuren omdat hij eigenlijk je Froos of Boomba wil kijken. En dan mag hij zo ook. Jordi, kijk eens. Joepie. Goed zo. Dus wij gaan nu soepje eten. En dan... Ja. En dan ga ik hem zorgen dat hij klaar is. Om weg te kunnen. Ja. En dan, ja, hoop ik dat het allemaal niet uitloopt in het ziekenhuis en dat we gewoon lekker op tijd weer thuis zijn. En gewoon lekker op tijd avond kunnen eten. Wij zijn inmiddels weer thuis en hebben lekker gegeten, hè jongen? En papa is even naar een vriend en wij gaan nou heel even lekker spelen. Weet je toch wat je moet doen? Je moet duwen. Draaien. Draaien. Nee, oh, kom maar. Wat gaat je samen doen? Vasthouden. En draaien. Wauw. Moet je hem kusjes geven nou? Ik weet ook niet of dat zo lekker is. Oh nee, oké. Okay. Dan heb ik niks gezegd. Moet je hem nog duwen, hè? Dus duwen. Hallo? 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 Hij is wel vet lenig wat dat betreft, toch? Ik kon daar eerst ook, maar nu niet meer. Je moet recht zitten. Je moet recht zitten. Je hoeft niet naar voren te bukken. Mama houdt hem gewoon voor je neus. Kijk. Me duwen. Deze duwen. Komt ie aan, hè? Komt ie aan, hè? Doe maar duwen. Doe maar duwen. Doe maar duwen. Doe maar
duwen. Maar duwen. Ja, hier zo. Dit is het knuffeltje voor degenen die dit hebben gezien. De vlog van maandag, meen ik. Nee, de vlog van woensdag. En dan op maandag. Dit is het knuffeltje waar ik het over had. Waar die zo mee aan het koelen was. Het is een lekker knuffelbeetje, hè? Hij zit ook een beetje zo mee heen en weer te doen. Oh, waar is hij nou? Oh, wil je lekker knuffelen? Ja. Wil je daarmee lekker knuffelen? Oh. Deze hadden ze ooit bij de Action. Deze heeft hij toen gekregen van iemand die wij kennen. En hij is er tot nu toe nog steeds blij mee. Dus daar zijn we blij om, hè? Je met twee handjes, hè? Ja. Dat is toch lief? Appie is toch lief? Aww. Lekker kroelen. Oh. Ja. Vind je fijn, hè? Lekker kroelen. Hij vindt denk ik ook dat muziekje vooral fijn. Want hij hoort het muziekje eigenlijk al heel lang. En hij vindt het gewoon lekker, een lekker geluidje. Wil je hem hebben? Pakken? Kom maar pakken. Oh. Ja. Wil je die samen knuffelen zo? Mijn ventje, hè? Ja. Mama's ventje. We gaan nog heel even verder spelen. En zo dadelijk tandje poetsen. En dan gaat hij lekker naar bedje toe. Nou, gespeeld. Tandje gepoetst. Geknuffeld. En lekker flesje gehad. Ja. Oh ja. Oh, ja. En dan gaat hij daar lekker slaapje doen. Ja, een lekker slaapje dadelijk doen, hè? Oh, hij is zo moe. Maar goed, ik ga hem op bed leggen. En dan gaat hij daar lekker slapen.
En morgen weer een nieuwe dag. Wij gaan lekker slapen. Jordi ligt al de hele avond lekker te slapen. En die blijft ook waarschijnlijk lekker slapen. Ik hoop het wel, want hij heeft van tevoren nog gepoept. Dus, Nou, wij nog. Bij deze sluiten we deze ups en down af. En dan kijken we uit naar de volgende. Precies, tot morgen. Welterusten. Welterusten allemaal.